In alweer de laatste aflevering van Bureau Brabant van dit seizoen, veel bewakingsbeelden dus. Zo staan de drie verdachten van een beroving bij een pinautomaat in Veghel op beeld. Maar ook van een groepje dat door het land trekt en van oudere winkelende mensen de pincode afkijkt, vervolgens de pinpas steelt en met die pinpas de rekening leegmaakt. En we komen het niet vaak tegen, bewakingsbeelden met geluid. Twee overvallers bij een tankstation in Oudenbosch zijn niet alleen te zien, maar ook te horen. Oké, rustig blijven, stak je hoofd naar beneden. Wat we ook niet zo vaak tegenkomen zijn bewakingsbeelden van inbrekers, precies op het moment dat ze hun huis aan het doorzoeken zijn. En dat terwijl de bewoners boven liggen te slapen. Het gebeurde in een woning in de Sophialaan in Best. De grote vraag is natuurlijk meteen, wie zijn dit? Voor de meeste mensen is dit echt een schrikbeeld. Mannen die je huis leeghalen terwijl je gewoon in je bed ligt. En het wordt nog vervelender als je bedenkt dat ze maar liefst 40 minuten in huis aan het rommelen zijn geweest. Het gebeurde allemaal op een vroege maandagochtend in februari. Het is iets na 5 uur. En maar 1 verdieping hoger ligt iedereen in een diepe slaap. Niemand heeft de inbrekers in de gaten. En van alles wordt doorzocht. Lades, kasten, noem maar op. Met de nodige spullen gaan de daders er weer vandoor en laten een raam openstaan. Kijk nog even goed, wie zijn dit en waar kan de politie ze vinden? Als de bewoner beneden komt, merkt hij dat het erg koud is in zijn woonkamer en dat vindt hij vreemd. En dan komt hij erachter dat er net is ingebroken. Van alles namen ze mee, waaronder meer de Seiko en Swatch horloges. Een Kodak videocamera, maar ook een goudplaatje. En ook spullen met veel emotionele waarde, zoals trouwringen, waaronder 1 uit 1934. Misschien is er iets ergens te koop aangeboden. Of heeft u andere informatie over deze spullen? Laat het dan weten. Vorig jaar werd er in Nederland zo'n 90.000 keer ingebroken of werd geprobeerd in te breken in woningen. En natuurlijk doen we ons best om te proberen die daders te vinden. En in veel gevallen lukt dat, maar vaak lukt dat helaas ook niet. Op onze site vindt u tips om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. En die tips vindt u onder het kopje preventie. En als u dan toch op de site bent, kijk dan ook nog even naar deze bewakingsbeelden, want die staan er ook op. Als u vermoedt wie dit zijn, reageer dan nu. Uw tips kunt u doorgeven via de gratis tiplijn op 0800 6070, anoniem via M op 0800 7000, maar ook via de site. En daar kunt u het speciale tipformulier invullen.